programmeur ben of zo. Voilà. Ja, ik doe eigenlijk twee dingen. Dat is, ik ben filmmaker. Dat kan ik dus sinds een jaar echt bevestigen. Ik heb mijn eerste langspeelfilm die nu getoond wordt op festivals. En, die komt nu uit in Vlaanderen en dan een beetje later in Brussel. Op een kleine schaal, dat is een auteursfilm. Dat is een oude droom die werkelijkheid is geworden. Gewoon omdat ik ben op mijn 18e vanuit Gent naar Brussel gegaan om naar de filmschool te gaan. En ik ben toen vrij snel gepusht geweest door de leraars om in, laten we zeggen, meer traditionele film te gaan werken. Dus je was onmiddellijk een beetje de Hollywood-scène in Vlaanderen, zo van narratief en heel traditioneel. En ik was heel jong en het was voor mij heel moeilijk om dan onmiddellijk al op mijn 18 heel klassiek te gaan werken. Dus ik heb toen, er was gelukkig een sectie in Sint-Lucas om meer, meer te werken met experimenten, dus experimentele video en documentaire en zo. Dus ik ben daarmee gaan werken. En toen kon ik prutsen en experimenteren eigenlijk met beelden. Ik ben dat eigenlijk een beetje blijven doen ook. In die zin dat die behoefte er al is gebleven, dus om met beeld en geluid te werken, dat heb ik altijd willen doen. En ik ben na de school terechtgekomen meer in de televisie en cinema, langs Franstalige kant ook ten andere. En dan ben ik bezig geweest met productie en regieassistentie, dus maar echt op filmsets. Dat heb ik heel lang gedaan. Heel zware projecten gedaan, ook internationaal en nationaal. Een beetje Vlaamstalig, een beetje Franstalig. En dat is met enorm veel stress. Daar verdien je wel geld in. Totdat ik een tiental jaar geleden op een heel zware tournage stond. Met mijn voeten in de modder, met een werfhelm op. Omdat er een huis hadden wat we gemaakt op een natuursite. Was niet bereikbaar door de regen. De camions voor het licht en de camera konden er niet naartoe. Stond ik daar en moesten we een weg bouwen van 300 meter lang in de natuursite. En toen heb ik gedacht van, het is gedaan, ik wil het niet meer doen. Ik ga voor mijn eigen projecten terug. Ik heb dat dan gedaan en op dat moment waren er drie organisaties die met media bezig zijn in Brussel. Okno, Foam, Nadine Imalo, die een aantal workshops organiseren. Dat heette X met K, dus experimentele media kunsten eigenlijk. En die leerden mediakunstenaars om de tools, de instrumenten die gebruikt werden door mediakunstenaars, die leren die kennen eigenlijk. Dat was super interessant, dat was gratis. Dat is een project dat niet meer gedaan wordt, want mensen die met media bezig zijn, moeten eigenlijk zelf uitvinden wat dat mogelijk is. Maar die workshops waren zeer creatief, omdat je mensen ontmoeten ook. En je moest betalen, maar je kreeg je geld terug als ze je allemaal deden bijvoorbeeld. Fantastisch. Dus ik heb daar ook al die media tools, instrumenten leren kennen, zoals zelfs Final Cut Pro, dat dan nu gebruikt wordt voor veel mensen om te monteren, maar ook alternatieve open source instrumenten om media installaties te maken. Dus wat dat maakt dat ik eigenlijk op die weg ben gebleven. Aan de ene kant heb ik toen beslist om aan mijn eigen film te werken, dus dat nog op te raken, een project waar ik veel heb opgeschreven gedurende de jaren dat ik voor andere mensen werk, en toen heb ik beslist van oké, nu moet ik daar echt aan werken. En langs de andere weg die ik ben blijven opgegaan, is dus echt met media-instrumenten te gaan werken, uiteindelijk. Dus ik zit nog een beetje op de twee, en in de twee spreek ik een beetje over het andere, maar dat loopt nog niet echt samen. Dat gaat wel zo gebeuren, waarschijnlijk naar de toekomst toe. Maar dat is dat ik in mijn media-installaties toch op zoek ben naar een soort van immersie die vergelijkbaar is met de immersie van cinema. Narratief. Dus je zit in een cinema, het licht gaat uit en je ziet een film. En als die goed is, heb je een soort van identificatie die gebeurt. Een hubs, je wordt aangetrokken door het proces van die persoon die je volgt. En in één keer ben je weg en je bent mee als dat goed is. Het mag een zware actiefilm zijn, maar als die zeer goed gemaakt is, als die juist zit, het narratieve, dan ben je mee. Als het een auteursfilm is en je bent daar gevoelig voor die onderwerpen en de manier waarop het gefilmd wordt, ben je ook mee natuurlijk. En dat probeer ik ook een beetje te doen in mijn media-installatie. Dus door open te breken, verder te gaan dan enkel het scherm, door interactief te gaan werken, probeer ik ook een soort van immersie te creëren. En ik kan u een aantal voorbeeldjes geven, bijvoorbeeld om wat uitleg te geven.
Een van mijn eerste projecten nadat ik dus beslist heb om het de filmsector toch een beetje even aanbrengen. Hoe? Het is veel. De micro is. Oké. De connectie is niet zeer goed. Ja. Voilà, ik zal hem zo houden. Ja. Oké. Voilà. Dat is een werk van 8 jaar geleden. En dat was een theater, een dansstuk eigenlijk, waarbij dat we een videoprojector gebruikten om als enige lichtbron. Dus er was een danseres en we probeerden alles te doen met die ene projector. Dus haar belichten op de een of andere manier, maar ook een aantal interactieve elementen inbrengen waardoor dat ze met datzelfde licht aan het interageren is. Dat is camera's waren toen van zeer slechte kwaliteit, dus het opnemen van die lage lichtsituatie was heel moeilijk. Dus, maar je kunt het niet zien. Dus één projector doet alles. Dus ze volgt haar, allemaal volautomatisch. En ze creëert ook in real-time een personage die gebaseerd is op de danseres zelf. Dus waardoor ze kan communiceren met zichzelf. Dus op een bepaald moment is er een soort van verhaal tussen haar en haar eigen schaduw, die we dus verplaatsen. Wordt gecreëerd. Dus dat narratief element zit daar ook een beetje in. Dan de referentie in hetzelfde werk is er nog een andere scène bijvoorbeeld die we dan in het proces van het maken eigenlijk hebben ontdekt. Dat zullen we wel zien. Het gaat gewoon terug naar het begin van de cinema voor mij. In één keer zit je daar met Muybridge, Funk. En dat is een soort van proces dat gebeurt als je met die instrumenten werkt. Wauw, in één keer kom je toch met dingen die refereren naar het verleden. Dus dat zijn eigenlijk, voor mij zijn al die digitale instrumenten waar dat is. Alleen maar instrumenten om toch iets te bereiken, om iets narratiefs te bereiken, om iets mee te delen. En niet enkel een effect, maar ja. Voilà. Vandaar is er dan ook een project gecreëerd. Ja, je mag mij onderbreken, hè. Als je vragen hebt, want ik vertel maar en het is gemakkelijk. Ik krijg geen vragen. Nadien hebben we dan een project gemaakt met diezelfde Yassine. Yassine is iemand die ik in Brussel heb ontmoet, die met code bezig is en programmeert eigenlijk. En die beter is met instrumenten. Dus ik heb al die workshops gevolgd, zoals ik zei, om te leren daarmee te werken. Mijn probleem is dat ik dat niet onthoud. Want je moet eigenlijk op één. Final Cut bijvoorbeeld ken ik nu wel, omdat ik mijn eigen langspeelfilm veel heb gewerkt. Maar die andere tools, ik weet wat dat ze doen. En omdat ik een beetje in de traditie van film zit, omdat ik graag samenwerk met mensen, nodig ik dan mensen uit of vraag ik hen, kan je niet met mij dat samen doen? En ik probeer het budget te vinden. Dus zit ik eigenlijk een soort van collaboratieve project in bezig. Hier is datzelfde. Met Yassine hebben we dat samen eigenlijk. Dat is een project dat hier getoond is. Een beetje buitenbaan. En hier in Almustino in de Vooruit, een aantal jaar geleden. Dus het was het idee om mensen volledig te omringen door beelden, dus volledig deel te laten uitmaken van beelden. Oh, ik heb daar nu een kies. De bedoeling was echt dat mensen omringd waren, een soort van interactief scenario. Er was een scenario dat de mensen doorliepen, maar dat kon ze zelf beïnvloeden in tijd, om meer of minder te reageren. De referentie was alleen maar de projectie op de grond. En rondom was het zwart, waardoor dat de mensen echt naar beneden moesten kijken. En in één keer kon je zelf beelden zo doen trillen, waardoor dat ze echt gedestabiliseerd werden uiteindelijk. Dus echt met beeld en licht enkel te werken en daardoor echt die immersie te creëren eigenlijk. Door er echt in te zijn. Dat is ook gelukt. Dat is een beetje een van de dingen waar ik mee bezig ben uiteindelijk. Dus proberen zo vanzelf die immersie te creëren, dat je de wereld even vergeet en dat je in
iets zit. En die instrumenten dienen daar dan ook voor om echt camera's die je repareren, dan het beeld dat je daarmee volgt en dan toch een soort van een ervaring creëren. We zitten nu echt voor mij in de beginfase van al die instrumenten. Het is pas sinds 10 jaar. Een film bestaat 100 jaar. We zoeken nog altijd naar 3D, komt nu terug op bijvoorbeeld. Ik wil dat in de jaren 50 al eens gebruikt, maar dat is er nu terug. Om commerciële redenen. Maar ja, ik stel je daar toch wel vragen bij, want de ervaring van een film zonder 3D kan sterker zijn dan een film met 3D natuurlijk. Het gaat over de manier waarop het verteld is. Het is maar een instrument en dat kan iets toevoegen soms. En we zijn nog altijd aan het zoeken om dat sterker te maken. De instrumenten die ik gebruik voor installaties, zelfs ik probeer een verhaal te vertellen, waarbij je dan invloed hebt, of niet, om het narratief te maken, of minder narratief, om het wat meer experimenteel te maken, maar het zijn maar instrumenten om het te doen. Dan een